Yo mensen van Rage the Games, vandaag weer een nieuwe video. Het is vandaag alweer de derde dag hier en we gaan weer naar Londen. We gaan vandaag ook naar de Tower Bridge. Dat is een brug die bekend is. Iedereen kent hem wel waarschijnlijk, maar goed, als je hem ziet in het echt, dan is het denk ik heel mooi. Ja, dus daar gaan we heen. Houden we? It's not Oké jongens, we zijn weer in Londen en het regent een beetje, maar dat mag de pret niet bederven. We zijn op weg naar de Tower Bridge, ja ja. De bus had ons daar toch niet afgezet. Had ons bij een of ander plein afgezet. En ja, dan moeten we lopen, maar ja, dat is ook niet erg. Dus let's go! Hier komen alle grote gebouwen, zoals deze, die zag je net ook al. En waarschijnlijk moeten we daar eigenlijk ook in. En daar heb je nog een toren, die gaat gewoon in de wolken. Ik weet niet, je kan het niet heel goed zien waarschijnlijk, maar goed. Het is hier nog steeds fucking hè. En af en toe is er gewoon een stortbui. En dan is het ineens weer droog, dus ja, het komt goed. We houden de paraplu's bij ons handen. Nou jongens, volgens Google Maps is dit fucking grote gebouw. Daar heb je daar ene gebouw dat door de wolken gaat. We moeten even oversteken, het is altijd een gedoe hier. Je moet gewoon voorrang nemen is het. Maar ja, we gaan er even in. Vijf verdichte verdiepingen. We zijn net door de controle heen. Voor bommen en weet ik veel, allemaal ijzer en zo. Nou jongens, we zijn dus in Sky Garden. Dat is een fucking hoog gebouw zoals je al zag. Met heel mooi uitzicht. Als het niet bewolkt is. Maar het is dus wel bewolkt. Maar dat maakt niet uit. Misschien is er alsnog een mooi uitzicht. En ja, ik ben even hier op de wc nu, want ik moet pitten en ik kan daar niet praten, want daar is het veel te druk. Dus ja, hier komt jullie uitzicht in 3, 2, 1. Yes, ze hebben toch wel de deur open gedaan. We kunnen naar buiten. Dus ja, hier komt uitzicht.
de Sint Paul kathedraal of zo. Oh, het kost weer koude voor geld. Voor alleen een kerk. Alle losers. Nou jongens, we zitten nu ook weer bij een restaurant. Het is al avond, 5:30. En vandaag zou ik voor jullie speciaal voor jullie wel filmen. We gaan, we gaan pakken. Je hebt hier zoveel keus. Je hebt helemaal nergens over. Je hebt pasta, je hebt pizza, je hebt meat, je hebt steak. Je hebt alles gewoon. Het is echt niet gezond. Je hebt vis. Wat hebben we nog meer? Ik denk nog niet. Fucking veel. Nou jongens, ik zit dus echt over twee dingen te twijfelen gewoon. Of ik ga gewoon een pizza pakken, of ik ga gewoon vis eten. Dan zou ik of deze pakken, ja, als zalm of zo. En anders, ja, gewoon een pizza of zo, ik weet niet welke. Kijk, we hebben als eerste een voorgerecht. Wat is dit voor iets? Ja, gewoon brood met pesto. Brood met pesto of zo. En daarna komt onze pizza, want ik heb toch een pizza besteld. Kijk, zo ziek grote pizza. Gisteren hadden we ook pizza, maar die was wat kleiner. Maar toen hadden we nog wat slices bij de pizza ernaast gehaald. Nou hoeft dat niet. Of niet, Timo, is goede pizza. Nou jongens, we gaan weer verder. Hoi Timo. We hebben lekker gegeten. En we gaan nou... Waar gaan we nou heen? Een supermarkt zoeken. Een supermarkt. En daarna gaan we weer naar de bus toe. Mooi. Je zit gewoon te zingen door een pion heen, hè?